In juni 2013 vond op een boerderij in Makkinga een ongeval plaats in een mestsilo, waarbij 3 mensen omkwamen en 1 zwaar gewond raakte door bedwelming en vergiftiging door mestgassen. Dit ongeval staat niet op zichzelf. Met enige regelmaat gebeuren ernstige ongevallen met mestgassen in de agrarische sector. Bij het schoonmaken van een tankwagen. Of bij het mixen van drijfmest in de kelder onder een stal. Vaak zijn bij deze ongevallen meerdere slachtoffers te betreuren, omdat mensen onbeschermd anderen te hulp schieten als deze in moeilijkheden komen. Hoe komt het dat deze ongevallen nog steeds vaak voorkomen, terwijl de gevaren van mestgassen in de agrarische sector toch als bekend mogen worden verondersteld? De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft hier een onderzoek naar ingesteld. De boerderij in Makkinga is een melkveehouderij met ongeveer 110 koeien. Omdat door milieueisen in de wintermaanden geen mest mag worden uitgereden, wordt deze tijdelijk opgeslagen in een speciale mestsilo. Aan de mest is spuiwater, een vloeibare kunstmest, toegevoegd. In februari heeft de veehouder het grootste deel van de silo-inhoud uitgereden over het land. Om de mest tot een homogene vloeistof te maken, is de silo voorzien van een mixer die door een tractor wordt aangedreven. Deze mixer blijkt defect, zodat na het uitrijden een restant ingedikte mest in de silo achterblijft. Op 19 juni komen 2 werknemers van een gespecialiseerd bedrijf de silo legen en schoonspuiten om vervolgens de mixer te repareren. Daartoe klimt 1 werknemer, voorzien van een luchtkap en een hoge drukwaterslang, in de silo. De luchtkap dient als een vorm van adembescherming. Via een slang wordt frisse lucht naar de luchtkap aangevoerd uit een compressor buiten de silo. Ook draagt hij een multigasdetector bij zich die moet waarschuwen bij gevaarlijke concentraties mestgassen. Een 2e medewerker blijft bovenop de silo staan. Daarnaast is een medewerker van een loonbedrijf aanwezig om de weggepompte mest af te voeren. Hij staat met de vader van de veehouder bij zijn tankwagen. De veehouder zelf is met een hovenier elders op de boerderij aan het werk. Omstreeks 11 uur wordt de medewerker in de silo, ondanks de ademapparatuur en de detector, onwel. Op dat moment is nog 10 centimeter mest in de silo aanwezig. Zijn collega bovenop de silo ziet dit, roept om hulp en gaat zonder adembescherming de ladder af. De loonwerker schiet ook te hulp en ook hij gaat zonder bescherming de silo in. De veehouder en de hovenier reageren op het hulpgeroep. Ook de veehouder gaat onbeschermd naar beneden. Aangekomen op de bodem van de silo legt de veehouder de hoofden van de andere 3 mannen met het gezicht omhoog. De hovenier begint ook in de silo af te dalen, maar de veehouder zegt hem dat het niet veilig is en stuurt hem terug. De veehouder tracht vervolgens zelf uit de silo te klimmen, maar hij raakt halverwege bedwelmd en valt terug naar beneden. Na de noodoproep ontstond paniek op de boerderij. De vader van de veehouder heeft onmiddellijk de hulpdiensten gewaarschuwd via 112. Daarna heeft hij tevergeefs gezocht naar een 2e set ademapparatuur. Als eerste arriveert een ambulance, maar de bemanning kan niets doen vanwege de onveilige situatie. Kort daarna arriveert de brandweer en zijn 2 brandweermannen met perslucht de silo ingeklommen. Op dat moment tracht de vader van de veehouder tevergeefs een gat in de stalen silowand te maken met een tractor. Uiteindelijk knipt de brandweer met veel moeite een gat in de silowand, waardoor de slachtoffers naar buiten worden gehaald. Alle 4 de slachtoffers worden direct gereanimeerd, maar alleen voor de loonwerker heeft dit resultaat. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis vervoerd en gedeeltelijk hersteld. De andere 3 slachtoffers zijn overleden aan vergiftiging door mestgassen of zuurstofgebrek. De raad concludeert dat de medewerker in de silo naar alle waarschijnlijkheid bedwelmd is geraakt door mestgassen. Hoewel niet duidelijk is of dit ligt aan de apparatuur of het verkeerde gebruik ervan,
blijkt dat de veiligheidsmaatregelen die bij het reinigen van de mestsilo in Makkinga zijn getroffen, niet passend waren voor het risico in de silo. Het type adembescherming was niet geschikt en middelen om een reddingspoging uit te voeren ontbraken. Het is niet duidelijk in hoeverre meegespeeld heeft dat er spuiwater aan de mest was toegevoegd. Het ongeval in Makkinga is niet uniek. Sinds 1980 zijn meer dan 35 mestongevallen bekend geworden waarbij mensen om het leven zijn gekomen of ernstig gewond zijn geraakt. Deze ongevallen lijken slechts het topje van een ijsberg te vormen. Veel mestgasongevallen, waarbij geen hulpdiensten worden betrokken, blijven buiten de statistieken en komen niet in de media. Ook zijn diverse ongevallen bekend waarbij koeien en andere dieren om het leven zijn gekomen. In de afgelopen jaren vonden ongeveer 3 ernstige mestongevallen per jaar plaats. Behalve in silo's komen gevaarlijke concentraties mestgassen ook voor in andere locaties. Op donderdag 9 juli 2009 probeert de chauffeur van een tankwagen voor mesttransport de geblokkeerde afsluiter van de tank te repareren. Daartoe klimt hij onbeschermd in de tank door een mangat aan de bovenzijde. Volgens de gebruikelijke werkwijze moest de tank eerst schoon worden gespoeld met water en worden doorgelucht. Maar dat gebeurde deze keer niet. 2 collega's komen net het terrein op en zien de man de tank ingaan. Wanneer ze geen antwoord krijgen uit de tank, klimt een van hen op de wagen en gaat de tank in om zijn inmiddels bewusteloze collega hulp te bieden. Ook de gewaarschuwde zoon van de eigenaar van het loonbedrijf gaat onbeschermd de tank in. Uiteindelijk haalt de brandweer de 3 bewusteloze mannen uit de tank. 2 overleven het ongeval. De zoon van de eigenaar is overleden. Een ander ongeval vond plaats op een boerderij in Sint-Nicolaasga op 19 mei 2008. Onder de stal bevindt zich een kelder waarin mest is verzameld. De mest werd gemixt om deze vervolgens weg te kunnen pompen. 2 mannen waren in de stal aan het werk. Vermoedelijk is één van hen bevangen door de mestgassen toen hij zich bij de roosters begaf en is de andere man ook bedwelmd geraakt toen deze hem te hulp schoot. Beide zijn aan de gevolgen overleden. De Raad concludeert dat in de landbouwsector ontwikkelingen hebben plaatsgevonden die de risico's van mestgassen hebben vergroot, zoals het groter worden en afdichten van de mestopslagen en het bijmengen van andere stoffen, zoals spuiwater. Een groot deel van de ongevallen had voorkomen kunnen worden door adequate veiligheidsmaatregelen te treffen. Het achterwege blijven van die maatregelen komt vooral doordat de gevaren van mestgassen worden onderschat en er daardoor niet professioneel mee wordt omgegaan. Mestgassen ontstaan door het rottingsproces in organische materialen en bestaan voornamelijk uit waterstofsulfide, ammoniak, kooldioxide en methaan. Als mest langere tijd wordt opgeslagen, ontstaat, althans bij rundermest, een koeklaag op de mest die de gassen vasthoudt. Bij het mixen, overpompen en bijmengen van mest breekt de koek en komen de gassen plotseling vrij. Silo's en tankwagens zijn afgesloten ruimtes die niet goed kunnen worden geventileerd. Maar ook stallen kennen plaatsen waar tijdens het mixen, ondanks ventilatie, dodelijke concentraties giftige stoffen kunnen ontstaan. 1 ademteug kan al tot bedwelming leiden. Mest ruikt van nature al en gevaarlijke concentraties mestgassen vallen daardoor niet op. Bovendien treedt bij hoge concentraties waterstofsulfide verlamming van het reukvermogen op. Mensen hebben een natuurlijke neiging anderen te helpen als die in nood zijn. Vooral als het goede bekenden of familieleden betreft. Als het acute gevaar niet zichtbaar, ruikbaar of voelbaar is, nemen omstanders gemakkelijk grote risico's om de slachtoffers te hulp te komen. Bijkomende factor is dat redding uit afgesloten ruimtes zonder geschikte middelen, zoals een noodluik of takel en adembescherming, eigenlijk niet mogelijk is. Op grond van zijn onderzoek doet de Raad de volgende aanbevelingen. De ernst van de mestgasgevaren wordt onvoldoende onderkend. In het agrarisch onderwijs moet hier meer aandacht aan worden geschonken.
In de Arbo-catalogie voor de agrarische sector moeten concrete werkvoorschriften worden opgenomen voor veilig werken in besloten ruimten met mest. De brancheorganisaties in de agrarische sector moeten een platform oprichten om alle betrokkenen proactief te informeren over veilig omgaan met mestgassen.